wat super dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik iets anders opnemen dan ik normaal doe. Ik ga namelijk de shoplog opnemen. En ja, deze shoplog moest al een tijdje geleden zijn opgenomen, want het is namelijk de Londen shoplog. Voor als je het hebt gemist, ik ben een paar dagen met mijn vader naar Londen gegaan. Of geweest. Oh, ik kon vandaag zo niet aan mijn woorden. Sorry daarvoor. En die vlogs die staan ook online. Ik zal ze hierboven even linken. Maar ik heb dus ook allerlei dingetjes gekocht. En die dingen heb ik niet laten zien. Behalve de pashokjes shoplog. Daar heb ik de spullen natuurlijk wel laten zien. Maar verder heb ik alles lekker geheim gehouden. En vandaag ga ik eindelijk laten zien aan jullie wat ik allemaal heb gekocht. Omdat ik daar ook heel veel vragen naar heb gekregen. Zelf dacht ik, goh, moet ik nog wel deze shoplog opnemen? Want dat is alweer even geleden. Omdat ik toch van jullie te horen kreeg dat ik het nog moest opnemen. Bij deze, hier zit ik. Jullie gaan zien wat ik allemaal heb gekocht. Blijf vooral zeker even kijken. Doe een duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Dat zou ik echt super leuk vinden. Want we hebben alweer bijna de 5000 abonnees. En je wilt niet weten hoe blij ik daarvan word. Ik vind het echt heel erg leuk om te doen. Maar laten we gewoon snel beginnen met de video. Anders wordt het echt een veel te lange video. En daar heeft niemand zin in. Pak er een kopje thee bij. En we gaan gewoon lekker beginnen met de video. Oh, ik krijg het zo warm altijd van die ringlamp. Maar ik begin gewoon met... Oh, ik ben iets vergeten te pakken. Be right back. Zo, daar ben ik weer. Oké, ik begin wel gewoon met deze broek. Dit is zo'n leuke broek. Ik zou even het knoopje dicht doen. Want ik heb hem al aangehad. En ik heb hem net uit de was geplukt. Want hij lag ook in de was. Omdat mijn zus hem ook heel erg leuk vindt. En hem ook wel eens past. Deze broek, echt super leuk vind ik hem. Ik vind hem heel erg leuk, deze broek. Hij is rood met zwart, donkerblauw, wit, geel. Allerlei kleurtjes. Helemaal leuk. Allemaal vakjes en strepers en gedoe. En hier krult hij op. Het is geen broek, het is geen legging, het is geen pantalon. Het is van alles wat door elkaar. Ik heb hem van de Bershka. Trouwens, alle items die ik nu laat zien qua kleding komt van de Bershka. Maatje 36. Alle try-on shots, die ga ik niet laten zien. Die kun je hierboven in de pashokjes shoplog bekijken. Want daar heb ik ze allemaal stuk voor stuk aan. Ook andere maten, dus dan kun je wellicht even kijken welke maat jou eventueel gaat passen. Dus deze leuke broek. En die was, weet ik niet hoe duur, dat zeg ik allemaal in de pashokjes shoplog. Ik weet echt niet meer. Dan gaan we door naar het volgende item. En dat is deze neon top. Ik hoop niet dat ik jullie verblind. Hij is echt prachtig. Het is een body. En hij heeft een heel erg mooi polletje. Ik had hem eigenlijk nu ook wel leuk aan kunnen doen, volgens mij. Maar goed. Het is een maatje S. En ja, het is gewoon echt zo'n perfecte stof. Het is heel erg rekbaar. Wow, rekbaar. Rekbaar en zacht. En ja, hij zit wel strak. Dus pas op voor je BH's en zo. En doorschijn. En het is dus, zoals ik zei, een body. Ik vind het best wel fijn zitten. Want ja, je weet zeker dat het lekker strak zit daar beneden. Ja, deze body. Super blij mee. Dan gaan we door naar de volgende broek. Even de reeks dicht doen. Moet ik even doen. Oké, deze broek. Heel erg leuk vind ik hem. Echt zo'n super stoere, ja, stoere broek. Zo noem ik hem. Beige kleurig, beetje bruinig. Zwarte knopen. En dan heeft hij van die zakken aan de zijkant. En hier heeft hij zo'n elastiekje waardoor het weer wat strakker zit. Ja, dit is echt super tof. Ik vind het echt heel erg tof. En het is ook wel echt vet te combineren met van die fila sokken of andere hoge sokken, puma sokken of zo. Of van die gimpen eronder. Lekker lomp. Alleen hier heeft hij wel van die loszittende dingen. En in het begin dacht ik dat hij kapot was. Toen keek ik even bij al die andere broeken, maar elke broek had het, dus dat hoort. Maar daar kun je het meest strakker trekken. Op zich wel chill, want anders zit het bij mij aan de bovenkant wel echt te groot. Maar je trek ik dan gewoon even aan en dan zit hij weer lekker strak. Maatje 36. En ja, I like it. A lot more. Dan een aankoop wat niet helemaal de bedoeling was. Want ik heb al een stuk of laten we zeggen 6 jassen. Maar goed, hè? Waarom dan niet? Het was allemaal aan de sale, dus dan mag dat. Ik heb deze fluffy, poofy jas gekocht. Hij is echt super leuk. Ik heb nog zo'n soort jas helemaal niet. Dus dat is echt helemaal perfect. Super mooi kleurtje rood. Hij zit ook lekker hoog. Dus hij kan ook helemaal lekker dichtgeritst worden. Ja, dit is de jas. Ik heb een maatje M. Zodat ik nog wel een trui of zo eronder kan doen. En dat het niet zo strak wordt, want daar hou ik niet van. Eén nadeel voor de mensen die make-up dragen. Ja, ik vind het super onhandig zelf. Omdat het zo hoog is, wat wel echt top is. Krijg je echt van die make-up vlekken erin hierboven. En dat vind ik echt naam, want het zit hier zo te schuren over je foundation of over je bronzer. Dus dan heb je echt van die vlekken erin. Ik heb het ook. Maar dat vind ik wel jammer. Maar ja, hè, moet je maar geen make-up op doen eigenlijk. Dan gaan we door naar de make-up. En van de make-up heb ik best wel wat dingen gehad. Nou, eigenlijk helemaal niet veel. Maar wel een aankoop waarvan je denkt, ja. Als allereerst de perfecte foundation van
Kiko. En eigenlijk hoor je helemaal niet zo vaak of veel over Kiko. Tenminste bij andere shopblogs of mensen die dat hebben. Maar ik vind Kiko super fijn. En ik had een nieuwe foundation ook. Want mijn was eigenlijk zo goed als op. En toen was ik met mijn vader dus in de Kiko store. En ik zag allemaal make-up. Ik moest het gewoon hebben. Ik wilde het testen. En ik heb het doosje al weggegooid. Maar ik heb Neutral 10. Dus 10. Dat is de lichtste kleur, geloof het of niet. Ik ben echt een bleekscheet. Er is geen zon, dus dan ben ik een bleekscheet. De zon mag van mij gauw weer komen, want dan ben ik weer enigszins een beetje bruin. Dus dit was wel echt even schrikken. Maar goed, over de foundation. Super fijne foundation. Hij is echt super, super, super fijn. Vooral voor droge huid. Want hij is wel dekkend, gewoon wat je wil van een foundation. Maar toch wel licht op het hout, waardoor het echt niet uitdroogt of zo. Ik vind hem echt super fijn. Volgens mij was deze 10 euro, dus dat valt eigenlijk nog echt reuze mee. Of 13 euro of zo. Dus deze van Kiko. Skin Tone Foundation. Kiko Milano. Dan heb ik van Hoola Benefit deze bronzer die iedereen heeft. Yay! De Hoola Benefit Mini in de kleur Dark. Waarom een mini? Waarom niet gelijk een grote? Ik wist niet of ik hem fijn zou vinden. En dan wil ik eerst gewoon testen met een mini of ik hem fijn vind. En als ik hem echt heel fijn vind, dan ga ik hem gewoon gebruiken. Dus deze heb ik gekocht. Super, super schattig. Ik weet niet of ik hem fijn vind, want ik heb hem nog niet getest. Hij heeft ook gewoon echt heel erg leuk borsteltje. En dit is de kleur. Ik heb dark, want ik denk dat licht gewoon veel te licht voor mij is. Ook al heb ik wel de kleur 10 van foundation, maar echt, ik hou van contour, dus kom maar door. Ik ben benieuwd, ik ga hem testen. Volgens mij was deze mini 12 euro ongeveer. Ik weet het niet meer aan mijn hoofd. Dan, beste aankoop ever. Ik heb dus nog helemaal geen designer dingen. Merkdingen. Dior. Welkom bij Floor. Oh my god. De Dior Skin Nude Luminizer. Ultra Shimmering Glow Powder. Sparkling Pigment Infused Dior. Top, 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 top. Ik had voor mezelf voorgenomen van, goh Floor, jij mag deze vakantie, deze trip iets duurders kopen. Waarom? Omdat ik gewoon veel werk en ja, het goede smoes om dit gewoon een keer te kopen. Dus ik zag, of ik wist dat ik iets van Dior wilde. En ik wist eigenlijk ook al dat het een highlight zou zijn, want hè. En die van Dior vind ik sowieso echt mega mooi. Dus ik had al een beetje research gedaan en ik wilde gewoon de 01. En I got it. En ze zei, dit is de laatste. En ik dacht echt, god, it's meant to be. Dus ik heb deze van Dior. Hij is zo mooi. De achterkant vind ik alleen al mooi. Mooi roze goud. En dit is de voorkant. En ik ben zo bang dat ik hem laat vallen. Want ja, dat is weer echt iets voor mij. En dan doen we hem open. En dan zit hier nog zo'n dingetje. En die heb ik bewaard voor deze video. En die ga ik hem weggooien. Deze. Deze highlight. Echt de beste ever. Het is zo, zo mooi. Sowieso als je een highlight van Dior ooit wil, doe dan de 01. Het is echt de mooiste kleur ever. Het is echt zo'n klassieker. Ik ben er super, super blij mee. Deze was volgens mij 42 euro. Durf niet met zekerheid te zeggen, maar volgens mij was het 42 euro. Alleen al dat geluid hoe die dicht gaat. Nou, dat was alles wat ik in Londen heb gekocht. Maar ik heb nog wel een ander aantal dingen wat ik gewoon wil delen. Omdat ik daar super excited over ben. Want ik kwam thuis, of terug van Londen thuis. En ik zag een pakketje liggen. En dit is geen gesponsord iets of zo. Ik krijg er niet voor betaald. Ik heb het wel opgestuurd gekregen, maar ik krijg er niet voor betaald of zo. I'm so happy. De Anna Lucien Beauty Favorieten keer klinieklijn. En daar zitten al deze producten in. Dus ik deel hem open. En ja, ik heb voor deze video heb ik nog steeds zo mooi bewaard. Ja, wat zit er allemaal in? Dit is een Pepstart masker. Olie om jouw oogmake-up mee te verwijderen. Deze dagcreme. Een super mooie blush. Echt mega mooi peach. 02 Peach Pop. Een mooie lippenstift. En een mascara. Waarom ik dit wil laten zien is omdat hier echt een favoriet van mij bij zit. En dat wilde ik gewoon echt even delen. Want ik heb dus echt altijd heel erg gauw last van een droge huid. Mocht jij dat nou ook hebben, luister dan even goed. Want deze dagcreme, die raad ik echt iedereen aan. Moisturize Surge Hydrator. Nou ja, het zal wel. Het is dit hele schattige potje. Lichtroze spul zit erin. Als je het aanmerkt, gaat het gewoon zo lekker over je huid. En voor een droge huid is dit echt super fijn. En verder heb ik het nog niet getest, dus ga ik dat testen. Maar ik wilde dit gewoon even met jullie delen, omdat ik dit zo schattig pakketje vind.
En natuurlijk omdat die dagcreme echt super fijn is en ik dat gewoon aan jullie moest delen. Dan komen we alweer aan bij het laatste. En dat is dit van Babour. Als jullie mijn weekvlogs kijken, kennen jullie dit ding? Dit is een paasei. Ik heb al deze vakjes opengemaakt en getest elke dag lang. Want dit is dus een kuur. En dit kun je op je hoofd smeren. Lekker smeren. En dat is goed voor je huid, moet ik zeggen. Dus ik heb dat getest en jullie komen nu die beelden te zien. Zo, nou, daar zit ik. Het is dag 1 en het is tijd dat ik dit ga uittesten. Ik moet zeggen, mijn huid is op zich hier heel erg onrustig. Ik heb net mijn tanden gepoetst, dus mijn huid is ook best wel rozig. Maar ik heb hier een pukkeltje en daar. En verder hier wat kleintjes. Dus ik hoop dat dit kuurtje mij gaat helpen. Let's go! Oké, laten we beginnen. Ik ga vakje 1 opzoeken. Hier. Het is zo leuk. Het voelt net kerst. Oké, dus overal zit zo'n klein dingetje in. Hier, dit. Dit is de Hydra Plus en deze hydrateert op een intensieve wijze. Het zal maar wel, ik ga het op me smeren. Hoe moet dit? Oeh, wat leuk, je moet hem zo openbreken. Nu maar op mijn hoofd smeren dan. Oeh, het ruikt mega lekker. Alleen, ik weet niet zo goed wat de goede manier is om dit op je huid te smeren. En ik weet ook niet of dit helemaal moet, maar volgens mij wel. Oké, dit was dag 1. En nou gaan jullie versneld de rest van de dag zien. Dit was trouwens de before van mijn huid. Zoals je ziet. Verder, ja, wat droger, maar let's see how this works out. Zo, ik heb even mijn huid net helemaal schoongemaakt. Dus het is een beetje rood. Maar zoals je ziet, echt. Het is zo fijn. Ik heb veel minder pukkels hier ook omheen. En het is ook gewoon veel gehydrateerder, moet ik zeggen. Dus met het eindresultaat ben ik zeker heel erg tevreden. En ja, het rode is dus omdat ik net mijn make-up eraf heb gehad. En ik gewoon geen zin heb om te wachten. Nou, dit ding die kost, hoeveel was dat? €46,90. Vind ik het waard? Als je niet heel veel geld hebt te besteden, vind ik het niet waard. Als je dit wel zou kunnen uitgeven, dan op zich wel. Want mijn huid is er wel echt super goed van geworden. Ik had heel erg last van droge plekjes en ook wel onzuiverheden. En dat is op zich wel goed gekuurd, gepeeld. Alles gereinigd, weet ik het allemaal wat. Dus ik vond het wel erg heel erg leuk om te testen. En als jouw moeder of zo jarig is, is het natuurlijk ook heel erg leuk om te geven. Want ja, wie wil nou niet al die vakjes openmaken en die dingen opbreken, kapotbreken. Je snapt wat ik bedoel. Nou, en dat was alweer de video. Dit was de shopvlog. Dit is allemaal een beetje wat ik heb gekocht in Londen. En natuurlijk nog die pakketjes. Maar dat moest ik gewoon met jullie delen. Omdat ik het zulke schattige pakketjes vind. Dus volgende week zondag zie je mij weer met een nieuwe weekvlog. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie tot zondag. Doei doei!